5, 4, 3, 2, 1 en we zijn klaar. Applaus. Mijn naam is Corrie Grotendorst, ik ben de polderdichter van de Krimpende Waard, nog 2 maanden. En natuurlijk moest ik ook schrijven voor de Tour. Mijn gedicht voor de Tour de France gaat niet over de Tour de France. Het gaat over al die mannen op fietsen. Het gaat over al die mannen die vrouwen die dag in dag uit door de polder raggen op fietsen. En het gaat vooral over hun vrouwen. Het gedicht heet Pour le Tour. Zijn koersbroek wappert aan de waslijn. Als kool bloeit de geelzucht. Het heerst, gaat rond van mond tot mond. Hij slijpt zijn zadel, past een paar goed ingevette benen. Ik trek met krijt een startstreep, pak zijn tas in, tegenwind. Ik zwaai, hij leeft, hij gaat, hij wil, geeft wat hij heeft, kleeft, haalt de meute in, sluit aan en bijt zich vast. Hij spint, klimt, bidt, hij zwoegt, hoest, vloekt, kotst, botst en valt terug. Ik trek met krijt een eindstreep voor op onze stoep. Ik zet zonnebloemen klaar als troost me niet. Ik ben hier in mijn eentje. Ronde mis en erehaag. Zijn armen vallen uit de lucht als ik de mijne spreid. Ik vang hem op. Ik zoen de tranen en het snot. Hij is kapot. Dank u wel. Want wij zeiden net al, wij hadden dorst en we wilden een glaasje water. En jij stond alweer daar zo bij die bar om voor ons allemaal water te halen. Dat zit er echt, dat zit compleet in de genen volgens mij. Ja, dat zit nog wel een beetje in de genen, ja. Dat klopt wel. Ja, maar goed, dat wielrennen is natuurlijk wel, dat is echt wel een teamsport. Kijk, Van Poppel, die had nooit kunnen winnen als Jacobs, Nijdam, Frans Maas, Nico Vroeven, Gerrit Zonneveld. Als al die gasten er niet zijn. Dan wordt het geen massasprint. En dan kun je wel de beste sprinter van de wereld zijn. Maar dan heb je gewoon geen prijs. Dan kun je meedoen voor de 6e, 7e plek. Dus die knechten zijn wel belangrijk. Maar de andere kant van de medaille werkt ook zo heen, hoor. Want wat was ik nou voor knecht geweest als ik Van Poppel niet had gehad? Nee, dat klopt. Maar dan had ik tegen u gezegd. Ik ben Gertje, 3 weken Tour de France gereden. Keihard gewerkt. En dan had u gevraagd. Wat heb jouw kopman dan gedaan? En als ik dan had moeten zeggen. Hij is 8e, 10e en 12e geworden. Dan schiet het natuurlijk ook niet op. Nee, dus je bent elkaar wel nodig. Je hebt elkaar dus eigenlijk gewoon nodig. Ja. Want zonder elkaar kan je het niet doen. Alleen het gekke is dat die kopman staat in de schijnwerpers. Die Van Poppel in jouw tijd, die was de gevierde man, was de gevierde bink. Die kreeg de zoenen van de ronde mis en de trui. Dat klopt helemaal. Alleen wat in ons team heel goed werkte, het respect en het waardering, dat kreeg ik weer terug van Poppel en Raas. Nou, en dat is waar je het voor doet. Van Poppel kreeg applaus op dat grote podium, maar ik kreeg applaus van Poppel zelf en van Raas. Oh, dat is de energie waar je het voor doet. Ja, dat is genoeg. Want als ik jullie vertel. Als je in de Tour 21 etappes, hè? Dat is meestal wel, ja. Ja, maar die worden gewonnen door hoeveel renners? Nou, een stuk of 15, 16? Ja. Nee, 4 of 5. Vier of vijf? Ja, Nibali die won vorig jaar 4. Ja. Kittel die wint er 4. Ja. Maika won er 3. Er zijn wel 12 ritten onderweg, hè? Ja. Weet je wel? En dan hebben we nog maar 3 winnaars. Nou, je moet ook kunnen rekenen als je wielrenner bent, hoor ik al. Weet je, maar dan. Je kunt je beter dan dienstbaar opstellen voor 1 van die 5. Want 195 heb geen prijs, hè? Nee. Want dat doet wel mee. Dus dan kun je beter dienstbaar opstellen voor 1 van die 5. En goed je rol vervullen. En dan ga je in ieder geval nog met een aantal overwinningen naar huis. En anders rijd je daarvoor de kampioen. Bij het voetballen zie je dat, laat ik ze dan maar zeggen, de knechten, de waterdragers. Die worden ook gewoon in het feestje publiekelijk betrokken. Hè? Als de spits scoort, als Huntelaar scoort of Van Persie scoort. Dan gaat iedereen, bouwt het feestje voor de ogen ook van het publiek. En iedereen wordt toegejuicht. Ja, dat heb je bij het wielrennen volgens mij veel minder. Nee, dat heb je veel minder, klopt. Alleen. Alleen? Nou, heb ik geluid. Heb je toevallig afgelopen zondag de documentaire gezien over de Giant-ploeg? Ja. Ja, fantastisch. Kittel die inderdaad al die etappes won en wat hij deed met zijn team. En dat is precies wat Gert vertelde. En daar werd het waanzinnig mooi in beeld gebracht. Het feit dat al die jongens ontzettend blij waren dat hun kopman op dat moment die wedstrijd won. En die won die mede voor hun. En want het is ook jouw eer op dat moment dat jij in die ploeg rijdt en dat jouw kopman wint. Overigens,
als je kijkt als individuele sporter, mensen zeggen, ja, je bent individuele sporter, maar je hebt dat team nodig, en ook die schaatsen die in jouw team zitten, om zelf optimaal te kunnen presteren. En natuurlijk moet je wel toevallig met lange baan schaatsen het zelf in de baan doen, maar als jij dat team om je heen niet gehad had, had je ook nooit die prestatie kunnen leveren. Je hebt dus gewoon een topteam nodig om je heen, om goed te worden. Absoluut. Dat is het eigenlijk. Dat is bijna Gert, mij intrigeert dat toch, hè, dat knecht zijn. Want je begint toch met een sport om te winnen, zelf. Ja, een individuele sport. Ja, je bent vierde geworden op de Olympische Spelen. Dus je denkt van nou, daar zit misschien wel een leuke carrière in. Ja, maar goed, maar als amateurrenner en in de jeugdjaren, wij hebben gewoon vreselijk veel gewonnen. Alleen, je moet het niet vergeten, hè, in de Tour de France, dat is van een iets andere orde. Want in de Tour de France rij je gewoon de beste 200 renners van de wereld. En om daar je kop boven Maisveld uit te steken... Ja, maar er moet een moment zijn, Gert, waarop die knop omgaat. Waarop je dus van winnaar, van klein jochie dat elke keer als eerste over de streep komt, naar amateur, naar uiteindelijk prof, dat je dan denkt van oké, ik zal niet degene zijn die altijd met de armen in de lucht over de streep komt. Dat heeft niks met de mentaliteit van het winnen te maken. Dat heeft ook te maken met een stukje, dat talent moet je dan wel hebben. En bovendien, in de Tour de France, kijk, ik ben een rustige jongen en ik hou niet van druk. Ja, met praten doe ik heel veel. Hein kijkt ervan op, hoor, dat je een rustige jongen bent. Ik kom even vallen, hoor. Dus als jij in de Tour rijdt en Van Poppel, die moest het bij ons doen, dan is de druk, dat is immens, hè? Ja. Wij moesten gewoon op kop rijden. Ja. En ik wist ook tot hoe ver ik dat moest doen. En als ik dacht slechte poten had, dan denk ik, ja, ik ram gewoon tot 3 kilometer. Dat maakt jou wat uit. Dan ga ik 10 minuten stilstaan. Je gaat even in de berm liggen, plasje doen, en je komt er wel. Maar Van Poppel moet als eerste over de streep. Precies, maar die voelt wel de druk. Want je moet wel doen, hè. Je hebt de hele wereld kijkt naar jou. Je hebt 8 mannen, die hebben de hele dag de kloot uit de broek gereden voor jou. En dan moet jij de laatste 200 meter moet wel even waarmaken. Ja, dat vind ik wel leuk om eventjes over te hebben. Want die etappe die hier dan voorbij komt. We gaan het straks natuurlijk over Haastrecht nog verder hebben. Maar dan gaan we naar Neeltje Jans. Daar is uiteindelijk de finish. Jan, laat ik eens met jou beginnen. Waar moeten wij op letten zondag? Gewoon als liefhebbers en volgers van de Tour. Wat denk jij? Ja, uiteraard op dat prachtige Haastrecht, hè, waar ze voorbij fietsen. Ja, oké. Maar gewoon eventjes qua de koers zelf. Ja, ik ben niet zo'n wielerexpert dat ik me met deze mannen durf te meten in dat opzicht. Maar als er een windkrachtje 4-5 daar door Zeeland waait, ik bedoel maar. Dan krijgen we waaiers toch, Gert? Ja, en, wat denk jij? De waaiers, is dat het waar we op moeten letten? Uiteindelijk, je hoopt op sensatie in de koers. Ja, dat is een leuke valpartij. Maar nee, dat vind ik geen valpartij. Ik kijk niet naar het wielrennen om iemand te zien vallen. Daar hou ik niet van. Je bedoelt, ik kijk naar die koers een demarage, een koersbreuk. En we hadden het toevallig vooraf over. Onze angst is dan dat die, en dat klinkt een beetje heel negatief, maar dat die Nederlanders niet op zitten te letten. En dat ze op de eerste dag al een keer een klap om de oren krijgen en tijd verliezen maar in de koers. Nederlanders die niet opletten bij een etappe in Nederland, met wind, met misschien waaiers. Ik zou zeggen, dat is bijna onvoorstelbaar. Ja, maar het is toch wel, moet ik daar wel gelijk in geven. Het is wel altijd frappant, want die mannen van ons liggen er wel heel vaak bij. Op de verkeerde momenten. Maar het is ook een beetje, goochen moet je ook zijn. Hè? Je moet wel een beetje dat koersinstinct hebben. Je moet slim zijn. Nou ja, je moet wel weten, je moet de stukken wel weten wanneer het recht op aankomt. De stukken wanneer de wind echt van de zijkant waait. En dan moet je gewoon vooraan. Maar wanneer weet je dat? Waar komt die wind dan? Hoor je dat van je ploegleider in je oor? Maar ik denk wel eens, jongen, wij wisten het allemaal precies. En ik had het parcours ook niet verkend. Weet je? Maar uit het rondeboek kun je wel zien. Zo bedoel ik. Hoe kan je dat zien? Als je ergens rechtsaf gaat en weet je dan precies hoe de wind staat? Ja, weet je wel, maar het is al heel simpel. Kijk, als je gewoon wind op de kop hebt en je ziet in de verte rijden allemaal auto's en motoren, hangen ook helikopters in de lucht. En, gewoon, en opeens gaan die linksaf, dan weet je, over 5 kilometer ga ik linksaf, ik zijwind. En dan? Oké, dan weet je dat de zijwind is. En als dat zijwind is, dan moet je gewoon, koste wat het kost, bij de eerste 20 daar door de bocht rijden. Ja. Weet je wel, ik hoor die mannen van ons allemaal, dan zeggen ze, ik zat op de verkeerde positie. Ja, wat een geluk. Ja, dat hoor ik heel vaak. Je moet daar gewoon, ja. Maar die... Maar dat is het. Maar ik denk dat je ook een ploegleider moet hebben die zegt van als je dat niet doet. Want wat ik vraag, is het niet zo dat tegenwoordig met die oortjes waar ze mee rijden, dat ze veel te veel vertrouwen op die ploegleider waarvan ze denken dat die dat wel gaat zeggen en dat ze daardoor niet op zitten te letten? Ja, dat zou je bijna zeggen op die manier. Maar blijkbaar gaan ze er niet over nadenken zelf. Ja. Jullie zaten in de tijd dat je daar scherp op moet zijn en dat je heel slim moet zijn, dat je zeker wist dat je erbij zat om jouw kopman naar die streep te brengen.
blijkbaar is het nu van, ja, ze zitten naar die man te luisteren. Dat was overigens het grappige wel in die documentaire precies hetzelfde. Dat hij op zijn flikken kreeg omdat hij de verkeerde dingen riep. Ja. En nee, dat, dat voor ze iedereen... daar alleen maar naar luisterden. Jongens, wacht even. Ik zal even voor iedereen die dat niet heeft gezien. Dat is dus een film 2 jaar geleden, Tour de France en de ploegleider. Dat was die eerste etappe dat die bus vastzit onder die boog, juist, die finishboog. Juist, ja. En de ploegleider schreeuwt in het oortje van de wielrenners van de finish is verplaatst. En op een gegeven moment is de historische mededeling, de finish is op de plek van de finish. Ja. En toen na afloop, toen kregen de ploegleider op zijn donder. Ja, waren die gast. Want ja, de finish is altijd op de plek van de finish, zei een van die wielrenners. Ja. Op zich geen spel tussen te krijgen. Nee, daarom. Maar ik denk dat die ploegleiders met die oortjes, jongen, de hele dag door de oortje getetterd, daar word je ramp gek van. Maar ik zie ook vaak van die wielrenners, die hebben dat hele oortje al niet meer in. En ja, die hangt naar hem uit dan. Ja, die auto. Ja, dan. Ja, precies. Nou, dat is op zich wel grappig inderdaad. Misschien doortrappen. Ja, dat vind ik altijd zo'n wereld. Ja, ja, ja. Denk je dan dat je eraf stapt. Ja, nee, het ontbreekt er nog bijna aan dat ze zeggen terugtrappen. Maar eventjes terug naar de koers. Wind. Moet je dan, jij zegt je moet voorin zitten bij de eerste 20. Maar moet je dan rechts zitten? Moet je links zitten? Moet je aan de staart? Waar moet je zitten in zo'n peloton? Nou ja, je moet er in ieder geval vooraan zitten. En als de wind van eigenlijk is de truc dat je gewoon als ploeg initiatief neemt. Weet je wel, de grote ploegen, zo'n ploeg, waar komt het om voor rijdt? Die mannen pakken initiatief. Die ploeg van Froome, die pakken initiatief. Ja. Weet je, en dan ben je uit dat gedrang. Maar dan moet je wel de hele dag, moet je wel gewoon met je bek in de wind en dan moet je op kop buffelen. Maar dan kun je wel het peloton zo naar de klote rijden. Stel nou dat de wind komt van links. Moet je dan aan de linkerkant zitten, aan de rechterkant zitten? Nou, als de wind van links waait, maar dan moet zeg maar de knechten die fietsen aan de linkerkant hier. Kijk, en de rest die fietsen. Kunt u het allemaal een beetje zien? Is zo'n waaiertje achter. En ja. Dan rijden de kopmannen uit de wind. Maar als het echt hectisch is, doen de kopmannen ook gewoon mee. Maar dat kan veel gebeuren. Ja. Ik weet niet of je nog weet. Ja. 2 jaar terug met Van Verde. Ja, ja. Verliest 10 minuten, hè? Ja. Dat, gewoon in een vlakke rit. Het was over en uit. Dat was misschien wel een van de mooiste etappes ooit, hè? Ja. Als kijkspel. Ja. En dan kunnen we gewoon op het vlak. En natuurlijk lekker in Zeeland. Ja. Met die prachtige plaatjes erbij. Is natuurlijk mooie reclame ook. Ja. Maar je moet wel opletten dus als wielrenner. Ja, maar je moet gewoon altijd scherp zijn. En zeker, ik kom hier vandaag heen gereden. Prachtig hier. Ja, die wegen zijn, hij vindt het mooi, jongens. Die wegen zijn prachtig. Maar je hebt ook af en toe vluchtheuvels van die randjes. Ja. Weet je wel, als renner hoor je dat gewoon te weten. Dat het daar zit. Dus je moet altijd je ogen gewoon open hebben. Dat je niet met je ballen daar erop rijdt. Ja. Heb je die rotonde hier gezien? Ja, maar dat is helemaal niet erg. Weet je wel, nee, waarom? Ik wil het anders. Hij heeft het helemaal niet gezien. Nee. Heb je die schaatsers gezien? Ik heb het gehoord. Ja, je hebt het niet gezien. Nee, ik heb het nog niet gezien. Maar ik rijd er straks langs. Hier zo. Een hele organisatiecomité is 3 jaar bezig geweest om daar 2 schaatsers te krijgen. En jij ziet het niet. En jij ziet het niet. Dat is lekker dan. Ik ben nog niet geweest. Ik kom van de andere kant binnenrijden, jongens. Wie van de twee ben jij eigenlijk, Hein? De linkse of de rechtse? Nou, maakt me niet zoveel. Ja, ik sta denk ik dichtst bij het dorp nog. Jij staat nog het dichtst bij het dorp. Dus ja, nog Leo is eigenlijk links afgeslagen. Ja, nee, dat maakt allemaal niet uit. Nee, maar het is natuurlijk wel onwijs leuk. En daar haken wij gelijk in op het stukje haastig, denk ik. Als je ziet wat er hier vandaag gebeurt, maar het hele weekend gebeurt. Het initiatief wat door iedereen genomen is op deze manier ons stadje. En gekoppeld aan de Krimp in de Waard, zullen we de burgemeester ook nog een keer blij maken. Ja. Is neergezet. Het gaat natuurlijk gewoon over een haastig. Het is natuurlijk wel waanzinnig mooi. Ja, en want dat is natuurlijk wel leuk. Want Jan, ik zag overal in de Krimp in de Waard trouwens wielrenners. Althans van die hooibalen en zo. Dus het is wel goed voor de hele Waard. Geweldig gezicht, man. En ik denk dat heel de Krimp in de Waard trots is. Eigenlijk nu ook op Haastrecht. Misschien ook wel een tikje jaloers. Want ik woon zoveel lekker kerk. Ja, hadden wij hem maar, joh. Ja, maar hij is echt hier. En dat is een geweldig gezicht. Ja. En als ik ook zie wat hier georganiseerd wordt. Dat is echt ongekend. En dan kan je ook zien wat sommigen zeggen. Ja, Haastrecht is een dorp. Nou, het is een stad. Maar het profileert zich ook als stad. Kijk, ja, nee, ze hebben stadsrechten. Dat vind ik echt heel bijzonder. Ja. Prachtig om te zien. Ja. We zitten hier allemaal te zweten. Zo moeilijk zijn die vragen niet, hè, toch? Nou, kom van... Dat is wel een serieuze koek. Dat is wel heel serieus. Jongens, als jullie vragen zelf hebben, kom dan eventjes een beetje naar voren. Dan mag je natuurlijk zelf ook wel wat vragen. Anders ga ik zo wel het publiek eventjes in. Maar als je een vraag hebt, moet je zo even je hand omhoog steken daarvoor. Wat wil je zeggen, Hein? Nog even inhakend op hetgene wat er gebeurt. Als je kijkt, een stad als Utrecht en de aandacht die de stad als Utrecht krijgt. En mensen zeuren erover en wat moeten we er allemaal mee. Er wordt natuurlijk best geld geïnvesteerd, maar je zet jezelf op een plaat. Kijk, volgens mij iets van 140 landen wordt de Tour de France bekeken.
miljoenen mensen voor de televisie. Dus je zet jezelf al weg. En dan is het leuk om te zien en waanzinnig mooi om te zien en trots op te zijn dat je op deze manier in onze omgeving het wel wegzet. Ja. Als je ziet wat er, dat we dit weekend, zei net wat er dit weekend gebeurt. Vandaag, morgen, zondag. Ontbijt zondag waar zoveel mensen bij zijn. Morgenavond een heel feest. Dingen voor de kinderen. Dat brengt wel een hele hoop mensen bij elkaar. En dan is het leuke als je in de wereld waarin we nu leven, waar de veranderingen zijn, waarin de dorpskernen eigenlijk altijd los waren. Wij hadden al een keer een reorganisatie gehad en dat nu allemaal in één in Krimpende Waard wordt. Dat op die manier ook wel gelijk de verbinding gemaakt wordt naar het achterland. Je kan ook zeggen, ja, we doen alleen Haastrecht en voor de rest helemaal niks. Ja, het is een beetje wat Jan zegt. Hè, ja, maar dat maakt het mooi. En dat is ook gelijk de volgstap om te zorgen dat je met die manier ook de verbinding maakt in die omgeving. Want je hebt elkaar nodig in dit land om op die manier sterk te zijn. En helpt het ook ondernemers? Want we zijn hier zo met de ondernemers bij elkaar. Helpt het ondernemers ook dit? Ja, absoluut. Als je hier om je heen kijkt, kom daar door die ingang. En je ziet gelijk al 50 bekenden. Ik denk dat ondernemer Krimpende Waard hier vandaag ook super goed vertegenwoordigd is. Zeg, ik wou het nog eventjes hebben ook over de tour zelf. Het is een hele intrigerende uitspraak. Hij is volgens mij van Joop Zoetemelk. De tour win je in bed. Ik heb daar altijd hele spannende voorstellingen bij, Gert. Nou ja, ik niet. En die... ik weet niet, maar weet je, die uitspraken die heel Nederland denkt dat hij van Joop is. Maar hij is helemaal niet van Joop, maar hij is van Henny Kuiper. Is hij van Henny Kuiper? Hij is van Henny Kuiper. Oh, maar dan was hij een stuk langer. Ja, was misschien wel een stuk langer, ja. Nee, maar Henny Kuiper was mijn held, dames en heren. Fantastische wielrennen. Toen ik 10 jaar was, keek ik naar de televisie en zag ik Kuiper daar rijden. En toen dacht ik van, dat wil ik later ook. En in 85 werd ik profwielrenner in de ploeg van Kuiper. Wauw. En ik lag bij Henny Kuiper op de kamer, want dat doen die ploegleiders, hè. Die leggen je gewoon bij zijn oude leermeester op de kamer. Maar weet je wat die Kuiper deed? Nou? Die deed om 8 uur reden en om 8:30 lag hij op bed. Maar ik had soms zelf de trainingspak aan als Kuiper. En jongen, als je 19 jaar bent en je bent in Frankrijk, Italië, kun je gewoon over de boulevard bij Nelt, hè? Ja. Je wil ook al eentje Gert Jacobs en vertel je nog niks voor. Maakt niet uit. Jongen, dan kun je handtekeningen uitdelen, foto's, dat was helemaal prachtig. Maar na een dag of 3, jongen, ik denk, hij wordt oud of zo, hoor. Iedere keer 8 uur, 8:30 op bed. Maar ik denk, jongen, zo'n oude man, als hij dat toch doet, ik moet hem toch eens vragen. Dus na de 4e dag, ik zeg, Henny, moet je me toch eens uitleggen. Je ligt altijd 8 uur eten, 8:30 lig je op je bed. Toen zei die jochie, hij zegt, als jij later ooit nog eens de Tour de France rijdt. Hij zegt, en je rust iedere dag 1,5 uur meer dan je tegenstanders. Hij zei, Jacobs, weet je hoeveel je dan hebt gewonnen na 4 dagen? Ik zeg, ja, ik kan niet zo goed rekenen, maar 14 keer 1,5 uur. Hij zegt, precies, ben jij nodig om de laatste week in de Tour te finishen. Nou ja. Sindsdien ben ik dat nooit meer vergeten, lig ik al dagen om 8:30 op bed. Maar het is natuurlijk een wijsheid als een koe. Maar die mannen die zijn natuurlijk niet gek. En dat klopt natuurlijk wel. Als jij gefinished bent, moet je met je poten omhoog op je bedje liggen. En daarin win je niet alleen de Tour de France. Maar waar de meesten de fout in maken, is als ze weer thuiskomen bij het vrouwtje. Hè? Ja. Want die vrouwen die denken van ja, dan heb je een beetje een rustdag. Dan moet zo'n wielrenner een uurtje fietsen, een half uurtje. En die wil de stad in. Hè? Heeft de conditie als een beetje. Oh, de stad in. Oh, sorry. Die wil de stad in. Begrijp het weer. Maar dan gaan ze ook gewoon nog 8 uur naar bed, op een andere manier. Nee, maar die wielrenners die gaan er niet naar bed. Maar die liggen de hele dag op de bank met de benen omhoog. Dus, dat is, voor de vrouw is dat een hele opgave. Oh, ja, ze kunnen eigenlijk beter niet komen als ik jou zo haal. Nee, die vrouwen hebben gewoon heel veel, daar heb ik heel veel respect voor, die achter hun topsporter blijven staan. Dat is goed, want je moet wel echt een wereldvrouw hebben die dat kan, hè. En die dat voor de man over heeft. Dat is het beste stukje teamwork wat er in deze wereld bestaat. Ja. De vrouwen achter de topsporter. Ik heb laatst deze week, ja, er gillen er een aantal. Ik heb deze week ook gehoord dat het aantal scheidingen trouwens onder wielrenners gigantisch hoog is. Omdat dat heel moeilijk is. Maar dat komt omdat ze, als ze stom... Ja. Weet je wel, daarna. Ja, okay. Ja, maar in de carrière is geen probleem. Maar dan wordt het nog veel moeilijker. Want die gasten zijn altijd van huis geweest. En die vrouw heeft thuis alles geregeld. En dan komen die mannen thuis na een carrière en begint de hele dag te zeiken. Die hebben verder niks te doen. Met alles bemoeien. Weet je? Maar die vrouw heeft alles keurig geregeld. Ja, ja, en dan gaat het fout, hè? Ja. Weet je, want ze moeten zich er niet mee bemoeien. Want die vrouw heeft het al jaren fantastisch gedaan. Ja, ja. Hey jongens, ik wil nog een paar onderwerpen aan de orde stellen. Er wordt veel gesproken over afspraken bij het wielrennen. He, dat je zo... Even ze ziet smoesen. Gaat dat zo? Nou ja, weet je, kijk,
Gaat, kijk, het is natuurlijk heel simpel. Kijk, als we nou een etappe hebben met wind, dat had je toen toch ook. Die mannen van Belkin, die waren allemaal daar goed vertegenwoordigd. En de mannen van Quickstep ook. Nou, stel je nu voor, jongen, nou rijden we hier mooi door Aastrecht heen en we rijden dat Zeeland in. En opeens krijg je zijwind. En die ploegen, Lotto, Quickstep, Team Sky, en die rijden er allemaal bij elkaar. Jongen, dan stoot je elkaar toch even aan. Dan zeg je, jongen, nu zitten we hier toch allemaal gevoel. Ja. Gas erop, klets. Ja, eraan. We rammen ze allemaal eraf. Dat snap ik nog wel. Ja. Maar nou kom je in de eindfase. En je bent met 2, 3, misschien 4 weg. Stoot je elkaar dan ook nog even aan? Ja, maar er valt weinig aan te stoten. Weet je wel, wielrennen, dat draait om geld. Het enige wat je kunt afspreken is dat je gewoon vol naar de finish rijdt in een kopgroep. Weet je, dat je allemaal evenveel werk doet. Dan wint de sterkste. Nou, je kunt de afspraak maken met de sterkste dat die andere drie daar... voor betaald. Want die andere drie hebben namelijk, als mijn kopman tweede werd, had ik wel de hele dag mijn kloten eraf gereden. Hè? Maar hij was dan wel tweede geworden. Had ik niet de eerste prijs, kreeg ik ook geen premie van de ploeg. Maar als mijn kopman tweede was geworden, had hij wel geld van de winnaar. Nou jongen, dat is gewoon heel, dat is in zaken doen, werkt dat dan net zo. Ja, maar op het moment dat hij geld heeft van de winnaar, moet hij dat dan delen met de knechten die zich de kloot uit het lijf hebben gefietst? Ja, natuurlijk moet hij. Sterker nog, als wij wonnen in de Tour de France, moest Van Poppel extra geld in de pot gooien. En wij kregen de premie van de ploeg, deed hij niet aan meedelen. En de eerste prijs mocht hij ook niet aan meedelen. Want Raas zei tegen hem, jongen, jij kan dadelijk criterium fietsen. Ja, en dan vinden jullie veel geld. Dus deze geld is voor die man. Maar ik heb nog geen kopman gehad die daar moeilijk over deed, hoor. Dus die mannen vonden dat heel goed. En die deden graag geld in die pot, zodat ze de knechten tevreden hielden. Heb jij veel met Jan Boskamp aan tafel gezeten? Ja, je bent de hele tijd zo... Ja, nou, Boskamp die bokst nogal wel eens. Ja, dan zit jij aan de goede kant, hè? Dat klopt. Ja, ja. Maar Gert, heb jij een hoge pet op van de wielerjournalistiek? Zijn ze inderdaad goed ingevoerd? Of heb je ook wel eens verhalen gelezen dat je dacht van... Mooi, je snapt er niet echt veel van. Nee, ja, weet je wat het is? Wat ik wel altijd van baal is... is als wij zondag naar Zeeland rijden en het wordt een massasprint... en we rijden om deze temperaturen... dat er veel verslaggevers roepen... ah, het was maar een massasprintje. Maar wij zitten hier allemaal een biertje te drinken. We gaan kapot van de hitte te zweten. Ja. Maar die mannen die moeten rijden 175 kilometer. Als er valpartijen zijn, heb je mannen die de hele dag moeten weg. Die leveren een berenwerk. Echt berenwerk. En dan wordt er in de pers afgeschilderd. Ja, als een saaie etappe. Het was maar een massasprintje. Maar moet je een dag meegaan in een volgauto? Maar dat zie je natuurlijk wel meer. Dat er een soort hang is naar meer sensatie. He, dat eerste week van de Tour. Dat was in het verleden heel vaak dat je 5, 6 vlakke etappes met massasprinten had. Jullie hebben er zelf ooit als ploeg van geprofiteerd. Maar nu zie je, we gaan naar Neeltje Jans. We gaan die berg, of die muur van Hoei op. Gaan we op. Wat doen we in Bretagne? Was er ook een hele interessante etappe. Kasseien. Ja. Nou ja, dat soort zaken. Het is meer spektakel, willen ze erin. Maar mensen denken dat er geen spektakel is. Hè? Maar u denkt toch niet in de Tour. De vlakke ritten die wij wonnen. Hè? Dat is niet zo vlak als van Haastrecht naar de Neeltje Jans. Hij midden in Frankrijk fietst. Er zit de Zeelandbrug nog tussen. Hier zit al de Zeelandbrug nog tussen. Maar ik ga wel fietsen met mensen in Limburg. En dan zeggen ze, joh Gert, dit is wel een hele steile heuvel. Ja. In Frankrijk gaat het in een vlakke rit de hele dag zo. Ja. De hele dag, hè. Ja. Weet je wel? En dan zeggen ze aan de finish, er komen er 100 man aan de finish. En dan zeggen ze, het was een massasprint. Zijn er 100 afgeknald, hè. Ja, maar dat is dan ook het beeld wat overblijft. Ja. Is het ook niet een beetje zo wat we de laatste jaren gezien hebben... En dat is in heel veel etappekoersen. Dat er een aantal 6, 7 minuten voorsprong krijgen. Ja, en dat ze uiteindelijk 25, 20 kilometer voor de streep teruggehaald worden. Maar dat is natuurlijk het thuis. Maar dat is dan niet alleen de journalistiek. Dat is natuurlijk ook de mensen die thuis voor de televisie zitten. En die denken van ja, wacht even. We weten al hoe dat gaat lopen vandaag. En misschien is dat wel hang naar vroeger dat je dacht... Er was weer heroïek in het sport. Het is natuurlijk niet alleen heroïek. Ik weet niet of dat echt zo is, maar voor het gevoel van de mensen. Maar we zenden nu natuurlijk ook alles uit. Ja, dat is ook zo. Dat is, ik bedoel, vroeger hadden we komen en die bedacht nog dingen die er helemaal niet waren. Ja, wij hebben natuurlijk bij de NOS ook hele discussies gehad over moeten we nou alles uitzenden. Een beetje gedwongen ook door onze Belgische vrienden. Zijn we veel meer gaan uitzenden uiteindelijk. Zelfs nu vanaf de start. Dat je dat in Nederland doet, Allah. Maar ook in Frankrijk zend je heel vroeg al uit die etappes. Dus er is ook natuurlijk veel meer media coverage gekomen. Dat merk je toch ook? Ja, maar dan merk je ook. Maar misschien is het, weet je, de verslaggeving neem ik dan wel kwalijk. Want die roepen dan thuis ook, het is saai. Maar zo'n rit is helemaal niet saai. Maar leg die mensen eens uit over wat voor weg als je fietst. Hoe warm het daar is. Nee, maar, dan heb je hoort wat kastelen langs de weg staan.
Dat heb je net gehoord. Nee, ja. Maar goed, maar weet je... Herbert doet dat heel goed. Nee, dat, nou, je gaat zeggen dat er een molen is in Montfort, een molen in Haastrecht, ja, twee schaatsers op de rotonde. Ja, gaan we allemaal horen, hoor. Ja, maar ik zal, jullie wat anders zeggen. Hè. De Tour de France wordt georganiseerd door de ASO. Ja. Weet je, dat is een organisatie die zit er alleen maar om geld te verdienen. En dat Dijkstra dat kasteel noemt, dan kun je Dijkstra helemaal niet kwalijk nemen. Want hij krijgt zo'n boete aan zijn kloten als hij het niet noemt. Ja. Want zo zit het in elkaar, hè? Ja. Zo is het echt. Ze hebben een rondeboek en alle monumenten die in beeld worden gebracht, daar moet jij een verhaaltje bij hebben. Ja. Doe je dat niet, word je onder de ballen geschopt, maar je misschien volgend jaar helemaal niet meer terugkomen. Ja, wat gaat zo vertellen, hoor? Nee. Ik zal even vertellen hoe het in elkaar zit. Wij zitten wel. Je hebt een rondeboek en in dat rondeboek staan allemaal kastelen en bezienswaardigheden. Althans, als je daar lekker voor betaald hebt aan de ASO. €20.000 voor een vermelding van een kasteeltje in Frankrijk. Daarnaast heb je het facultatieve gedeelte. En daar staat de molen in van Montfort. Ze hebben de molen van Haastrecht erin gekregen. Dat hoef je niet te noemen. En dan heb je dus de vrijheid om daar omheen te gaan. Herbert vindt het leuk om dat allemaal te noemen. In België gaan ze er wel eens omheen. Maar dan hebben ze het liever over de wijnen die uit die streek komen. Ja, dat kan ook, ja. Ja. Dus ja, het is een commercieel gebeuren geworden. Dat helpt dus ook. Nee, het is al heel lang natuurlijk een commercieel gebeuren. Tour de France is natuurlijk een commercieel circuit. Ik bedoel, het is een circus. En dat laat het ook iedere keer zien. Ik bedoel, het feit dat die reclamekaravaan een belangrijke rol in het totaal speelt, dat zegt natuurlijk voldoende. En maar dat maakt het ook mooi. Dat maakt ook, daarom heb je alles wat er omheen zit, is er. En waarom wordt het allemaal aangekleed? Omdat het zoveel impact heeft in de wijde wereld. En dat maakt het leuk. Ik bedoel, en dus commercie is helemaal niet vies of erg. En natuurlijk, er zijn er een paar van die gekken, beginnen 150 en die gaan heel hard trappen. Ja, en ja, natuurlijk is dan wel eens het accent wat de sporter wil, ja, is niet altijd het accent wat de commissie voor zich ziet en wat belang is van het totaal. Maar het is een commerciële business, maar het is wel heel dichtbij, hè? Het is wel echt een volkssport. Ja, en absoluut. Dat vind ik het dan wel weer mooi. Want als u met uw kleine morgen naar Utrecht gaat en je loopt naar de bus van Contador, dan kun je gewoon met hem praten, hè? Ja. En hij drie woorden Spaans spreekt, praat hij ook nog terug. Ja. Weet je, maar zo dichtbij is het dus. En het mooiste van alles is nog, het kost niks. Nee. Maar dan moet je naar het WK voetbal gaan. Weet je, wel ene, nee, maar dat is toch heel iets anders. Maar met die mannen, daar kom jij nooit. Maar nog eventjes dan inderdaad over dat commerciële. Wat je ook vaak ziet, is gewoon een wielrenner die dan gewoon voor de ploeg demareert. En dan uren op kop rijdt om maar in beeld te zijn. Is dat echt zo belangrijk? Nou ja, goed, ja, hij zei het net al, weet je wel, er kijken geloof ik 140 miljoen mensen wereldwijd. Nou ja, als je dan met je sponsor een paar uur in beeld rijdt, ik weet niet, maar volgens mij wordt reclame altijd gemeten aan televisiemenu. Ja. Nou, hij twee uur op kop rijdt voor 140 miljoen mensen, dan levert dat volgens mij wel geld op. Als we het dan ja, en wat je net zei, hè, in Nederland, maar in heel veel landen zenden het van A tot Z uit. Ja. Nou, dan is het uitermate interessant om met je snotkoker in beeld te rijden en die sponsornaam in beeld te brengen. Ja. En dat is ook, kijk, dat is ook de wisselwerking ook vanuit sponsoring. Die sponsor die zoekt dat. Hè. Die zoekt die publiciteit, die zoekt dat moment van die sporter die daar voorop rijdt in zijn shirt. Dat is degene waarvoor hij betaalt. En op die manier krijg je dat terug. Dus het is niet, dus gewoon een wisselwerking. Dat is een normaal zakelijk traject. Ja, maar ik vind het ook wel mooi. Dat is ook weer zo'n dingetje. Dat als de televisieuitzending begint en ze doen toevallig de eerste twee uur niet, dan zie je die kopgroep in beeld. Maar weet u wel hoe hard ze rijden voordat die kopgroep weg is? Hoe hard ze daar hebben gereden? Dan hebben ze twee uur gereden aan 60 per uur. Echt waar, ze hebben zwarte sneeuw gezien voordat die kopgroep weg is. Maar ik doe de televisie aan en ze zeggen, ja, vandaag is er weer een kopgroep. En hier zien wij het peloton. En ze rijden lekker rustig, zit die gasten allemaal drinken. Ja, maar ik denk, 60 per uur, wacht even. Maar 60 per uur, dat is gigantisch. Hè? Ik bedoel, ik ben blij als ik de 40 haal en dan ligt mijn tong echt op het asfalt. Maar 60 per uur. Kan je dat schoon doen? Nou ja, dat blijkt nu wel, hè. Waar blijkt dat uit? Nou ja, je hebt altijd renners die nog naast de pot pissen. En die renners die naast de pot pissen, die worden nu gelijk gepakt. Onze mannen en al deze renners in de Tour de France hebben allemaal een bloedpaspoort. Ja. Weet je, als daar een beetje schommeling in is, dan zeggen ze niet van ja, je hebt iets gebruikt, kunnen we niet vinden, maar er zijn zoveel schommelingen, word je gewoon buitenspel gezet. En er is nog een feit, en dat doet Dijkstra ook. Weet je,
hij praat misschien over kastelen, maar ze nemen ook de tijd op, hè? Ja. En dat klopt echt. En ik vind dat Dijkstra dat heel goed doet. Want vorig jaar won Nibali op de Houtenkamp. Daar reed hij 5 minuten langzamer dan Ulrich. Ja. En Nibali, die was 4 minuten voor nummer 2. Dus Ulrich had in zijn tijd 9 minuten sneller gereden dan de nummer 2. Nou, als ze alle calls gewoon langzamer oprijdt, zegt voor mij, ja, dan is er wel iets veranderd in de wielrennerij. Ja, geloof je dat? En hij blijft natuurlijk altijd wel, het blijft natuurlijk wel altijd zo, als er dan nu in één keer mensen heel veel gaan winnen, dan ga je achter je oren krabben. Hè? Ja. Vroeger was dat minder, maar dat is nu wel zo. Maar natuurlijk zullen er altijd weer teams zijn die vooruitlopen en die nieuwe producten bedenken. Daarom is nu het mooie het bloedpaspoort. Ja. Dan kan je in de toekomst, het moment dat dat wel naar voren komt, kan je dus precies zien wat er werkelijk gebeurd is. Des te frappanter is natuurlijk door de tijd heen dat Armstrong er altijd zo lang doorheen heeft kunnen vogelen. Met alle dus dingen die hij deed. Ongelooflijk blijft en ook een terugwerkende kracht natuurlijk. Ja, de teleurstelling was natuurlijk verschrikkelijk groot. Ik bedoel, ik ben sportman. Doping kwam in mijn verhaal niet voor. Ik vond het al erg om een vitamine B-pil te nemen. Ik bedoel, dat was in onze sport zo. En ongetwijfeld zullen er ook zijn geweest zijn die dat wel gedaan hebben. En als je dan iemand in zo'n sport krijgt en dan met name Armstrong, die vanuit de positie komt die vervolgens heel veel mensen in het leven hoop geeft, dat als jij zwaar ziek bent geweest, dat je kans hebt om te herstellen, dat je misschien wel een hele grote prestatie kan leveren. Ja. En je belaast het zo erg de wereld. Hè, dat doet ontzettend pijn. Ook vooral, want ik. En dan kan je zeggen, dan ben je een beetje naïef. Maar ik denk dat heel veel. Dat ook denk andere heel veel mensen zo. Maar ook heel veel andere topsporters die zeiden, nou godverdorie, dat is nou eigenlijk eens een keer de gozer. Die gaat boven die sport staan. Die laat zien hoe het moet. Die periodiseert in zijn trainingen. Ja. Die heeft er anders over nagedacht. In plaats van al die domme wielrenners op de fiets gezeten. Dus de teleurstelling was ontzettend groot. Dus die sport is van heel ver teruggekomen. En daarom is het mooi wat je nu ziet. En ik ben wat Magetta. Je ziet ook dat het langzamer gaat. Je ziet ook dat de nivellering komt. Dat er niet iedere dag vol in de beugels gereden wordt. Dus ze gaan veel zuiniger om met de krachten die ze hebben. En dan zie je dat die sport weer in de lift komt. Ik bedoel, natuurlijk praten we nu over doping. Maar het is niet meer de algemeenheid in het peloton. Zoals een aantal jaren geweest is. Dat er alleen maar dopingjacht gemaakt werd. Om het uiteindelijk uit te bannen. En natuurlijk zal het nog steeds niet helemaal weg zijn. Maar ze zijn wel als sport zijnde wel op een goede weg. Ja. Heb jij nooit gedacht van batterijen, die Oostblokkers hard? Want nou ja, dat is de kennis van nu, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Wij wisten natuurlijk echt wel dat die Oostblokkers gebruikten. Misschien was het mooiste voorbeeld wel ooit een keer. Dat was Boskariov. Dat was een Russische schaatsenrijder. Ja. En die werd een keer tweede op een kampioenschap. Ik zeg, wat zit je nou te juichen, man? Hij zegt, hoezo? Ik zeg, hoe kun jij net blij zijn dat je tweede wordt? Ik zeg, we weten toch allemaal hoe dat komt? Ja. Hij zei, hoe bedoel je? Ik zei, ja, dat hoef ik toch niet uit te leggen, toch? Toen zei hij, nou, ik zal jou wat vertellen. Hij zegt, jij woont in het Westen, jij woont in Nederland. Dan kan jij beslissen wat je wilt doen met je leven. Als je in de stad woont waar ik vandaan kom, Moskou. Hij zegt, dan woon je 3 hoog achter met 6 mensen in een flatje. Als je een auto wil, dan moet je 20 jaar wachten tot je misschien een keer aan de beurt komt om die auto te kunnen krijgen. Als je een huis wil, moet je 20 jaar wachten tot je misschien een keer aan de beurt komt dat je die kan krijgen. Als je toevallig aardig kan sporten. En jij bent mede in dienst van de staat. En jij wordt in staat gesteld om de prestatie te leveren. En je krijgt het huis. En je krijgt die auto voor de familie. Dan moet jij vertellen aan mij waarom ik het niet zou moeten doen. Ja. En dan ben je uitgesproken. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een hele andere benadering. Hoe jij naar doping kan kijken. En dat heeft mijn ogen wel geopend. Of ik voor doping ben? Nee, absoluut niet. Ik ben absoluut tegen doping. Nee, maar goed, dit is maar een verhaal. Het perspectief is soms anders als heel veel mensen denken. Wij in de wereld, in de wielerwereld, dat weten we allemaal. Als je erbij hoort en je kan net helemaal mee naar boven, dan kan je heel veel geld verdienen. Hè? Of het nou in de directe zin is, of in koersen die erna komen. Je kan heel veel geld verdienen. Maar voor hun was dat geld verdienen, was op een andere manier. Precies, om uit ellende te komen. Jongens, ik wil, want we zijn bijna aan het eind. Er zijn helemaal geen mensen die vragen willen stellen. Niemand steekt zijn vinger op daar. Nee. Het is altijd zo. Nee, het is altijd. Het is haastrecht. Het is heel bescheiden. Nou, die ondernemers zijn al helemaal bescheiden. De persconferentie zo. Ja. Betaal je €50 om hier te mogen komen, stel je geen vraag. Nou, Gert Jacobs. Gert is er zometeen nog, die gaat er nog een drankje drinken. Dan kan ik hem zo nog even aanspreken. Nou, even, wie wint het eerste geel? Of anders geformuleerd, wie wint de proloog? Jan, zullen we eens bij jou beginnen? Ja, ik ben toch een beetje chauvinistisch. Ik denk dat Tom hem gaat pakken. Ja, Hein. Nou ja, ik bedoel, de hoop is groot en laat het weer eens een keer gebeuren. Dus een beetje, in alle gekte die er nu is in Nederland is het natuurlijk fantastisch als Tom Dumoulin die gele trui pakt. Ja. En hij moet ertoe in staat zijn, ik bedoel, hij heeft de kracht. Hij was een beetje verkouden van de week. Huh? Hij was een beetje verkouden. Des te beter hoe scherper die is. Ja, dus het ja, dat denk ik ook. Wordt het Tom Dumoulin? Ja, de hoop is die. Daar ga je natuurlijk helemaal van uit, want dat zou natuurlijk prachtig zijn dat je na Jelle Nijdam in 87 en Breukink in 89 nog weer
ja, een proloogwinnaar krijgt. En wat zou dan mooi zijn, jongen, dat een Nederlander hier met een geel trui door Haastrecht fietst. Ja. Ja, mooie kant toch niet? Ja, daar staat Haastrecht op zijn maar, kop. Maar je hebt ook nog, we hebben wel een paar hele zware concurrenten. Tony Martin. Ja, meneer Martin, ja. Kanselara. Die legt schuurpapier in zijn broek, hè? Weet je dat? Ja. Dus echt, geen ja, maar was dat ook alweer voor, dat hij schuurpapier in zijn broek had? Ja, dat hij niet schuift op een staat. Ja, dat was het, ja. Dat hij de perfecte houding heeft, dan komt hij over de streep. En hij rijdt in een wereldkampioenpak. En dat pak is wit en daardoor kunnen wij op televisie dat zien. En dan is dat aan de onderkant is dat helemaal, bij dat seam is dat helemaal rood. Dus als je dat witte pak ziet, moet je niet denken, hé, die Tony Martin is ongesteld. Hij heeft gewoon schuurpapier in zijn billen. Ja, omdat hij gewoon, hij wil in de perfecte tijdrithouding blijven zitten. Die wil geen millimeter verschuiven. Ja, ik vind het heel apart hoor. Maar dat is wel zijn grootste concurrent. Dat is de grootste concurrent, oké. Okay. Ja. Nou ja, we gaan het zien en dan de eindwinnaar, jongens. Wie gaat de Tour winnen? Zelfde rondje even. Ja, Contador, denk ik. Ik vind dat wel zo'n machtig mooie renner. Ik denk dat hij een heerlijke danser als hij op de berg, als hij in vorm is. Ik denk dat Froome de man is. Froome. Met Nederlandse steun natuurlijk. Van Wout Poels. Ja, nou, Contador heeft ook Nederlandse steun, hè. Steven de Jong, dat is natuurlijk wel een baas. Eigenlijk winnen we in deze twee gevallen altijd, dat is heel mooi. Ja, nou ja, goed, Contador is ook mijn favoriet. Maar je hebt natuurlijk ook nog Quintana, Rodriguez, Valverde. Dat zijn wel allemaal mannen. Je noemt Nibali niet. Ja, Nibali die natuurlijk vorig jaar wint. Ja, wat ik wel mooi vond, is, er werd ook weinig over gesproken. Hè? Want Nibali, die wint eigenlijk de Tour de France al in de eerste week. En door een Nederlander, hè? En niet de Nederlander die dat ritje wint. Want dat was Lars Boom. Maar wel een Nederlander die gewoon 40, 50 kilometer op kop hengst. En Nibali bijna 3 minuten bij de concurrenten wegleidt. Prachtige voornaam. Lieuwe. Lieuwe Westra. Ja. En zo'n nuchtere jongen, hè? Want als je die tegenkomt, dan zegt hij... Dan zegt hij, jongen, Lieuwe, hoe was het op de Tourmalet? Want hij bijna de hele Tourmalet op de kop gereden. Ja. En bovenop reed Nibali weg. Maar het peloton had hij uitgedund van 100 naar 20 man. Lieuwe zegt altijd, ja, dat moet ik toch doen, jong. Dat is mijn werk. Ik zeg, ja, maar ik zit voor de televisie te kijken. Je kan het wel je werk vinden. Ik zeg, maar weet je wel hoeveel mensen je pijn hebt gedaan? Ik zeg, van zoveel hingen er niet meer aan, hè, bovenop op de top van de Tourmalet. Dan berg die 2400 meter hoog. Dan ligt met deze temperatuur ligt daar nog sneeuw. Ja. Maar dat vind ik wel fantastisch. Maar mijn favoriet blijft Contador. Ik zou je ook uitleggen waarom. Als Contador een slechte dag heeft, hè, dan vliegt hij altijd niet zo heel veel. Nee, dat is waar. En dat zag je in de Giro ook, hè? En dan kan die gewoon zijn eigen tempo blijven. En de meesten die hebben altijd een slechte dag. Dat die in één keer zo ver achter zijn, wat niet meer in te lopen is. En Contador, die weet dat toch altijd een beetje binnen de perken te houden. Contador. Ja. Jongens, maar eerst gaan we met die Tour door Haastrecht. Ik denk dat dat toch wel het hoogtepunt wordt van de Tour door Nederland. Denken jullie niet? Nou, voor ons hier in ieder geval wel. Ja, voor ons in ieder geval wel. Waar ben jij? Want jij gaat de Tour volgen? Nee, ja, ik ben de eerste paar dagen in Utrecht. Ja. En dan de tweede week ga ik naar Frankrijk en doe ik 5 dagen Tour de Jour. Dus dat zit ik daar aan tafel. Ja. Ik zou, kleine tip dezezijds, ik zou gewoon hier gaan staan op zondag. Als je echt de Tour wil beleven, ja, moet je hier zijn. Dat denk ik, daar ben ik nu wel van overtuigd geraakt. Hé, hey jongens, dankjewel. Graag gedaan. Jaap Timmer, Hein Vergeer en Gert Jacobs. Dankjewel. Dankjewel. Voilà la porte sans retouche de la mort, j'appartiens. Quand il me manque, ce pas, il me parle tout bas, je vois la ville en rose. Thank you.
keep